Boris van der Ham in Nieuwkoop vandaag. Ja, dat is niet zo bijzonder, want ik kom hier eigenlijk vandaan ooit. Dus ja, ik kom hier graag en nog wel regelmatig hoor. Ja? Ja. Blijft u op de hoogte van het lokale nieuws van Nieuwkoop? Nou ja, ik ken nog veel mensen in Nieuwkoop, dus die ongewild en gewild praten mij daar wel een beetje over bij. En ik loop hier natuurlijk nog wel eens door het dorp, dus je ziet nog wel eens wat veranderen. Soms ten gunste en soms wat minder goed. Zoals? Nou, er zijn heel veel dingen die D66 Nieuwkoop hier wil veranderen. Maar waar ik mezelf de afgelopen tijd erg aan gestoord heb, is dat er zo slecht wordt gezorgd voor oude gebouwen. Die zo betekenend zijn voor Nieuwkoop. Bijvoorbeeld dat prachtige, prachtige pandje daar van Bots, wat gewoon tegen de vlakte is gegooid. Dat de gemeente veel eerder moet ingrijpen om dat soort gezichtsbepalende punten in een dorpje te behouden. Het wordt dus tijd dat D66 de gemeenteraad ingaat. Ja, we hebben er al heel lang in gezeten. Ooit ben ik mijn politieke carrière hier in Nieuwkoop begonnen. Met Peter Zwart en dat soort mensen. In 1989. Nu zijn we er een tijdje uit geweest. We hebben natuurlijk wel meegedaan in progressief. Maar die zijn toch wel op een aantal punten wezenlijk anders dan D66. En D66 gaat het nu weer zelf proberen. Belangrijk voor minder regeltjes. Meer natuur. En denk ik ook voor de kwaliteit van de verschillende dorpen, van Ter Aar tot Nieuwveen, tot Nieuwkoop en Zevenhoven, is het gewoon van belang dat er een goede sociaal-liberale partij zit. Toen ging ineens bij u de telefoon. Ze wilden D66 weer in Nieuwkoop gaan herleven. Hoe was dat voor u? Nou, heel goed, want ik heb altijd gezegd, als je mijn hulp daarbij nodig hebt, ik kan niet elk moment aanschuiven, maar het is ooit hier begonnen, dus ik help altijd graag mee. Dus vandaag de markt op? Absoluut. En we hebben ook nog een discussie en dat soort zaken. Ja. Waarom straks op 3 maart het kruisje van D66? Nou ja, ik ken D66 in Nieuwkoop als een heel praktische partij. Dus die gewoon hele praktische zaken wil oplossen waar mensen mee zitten. Van rotzooi in de buurt opruimen. Maar ook tot aan werkgelegenheid creëren. Ik bedoel, ook in Nieuwkoop vind ik dat er gewoon meer mag worden gedaan om de ondernemers wat vrijer te laten. En tegelijkertijd, en dat is ook wel onderscheidend van andere partijen, zijn we een partij die het groen goed wil beschermen. Nieuwkoop zou, en ook de hele omgeving omheen, Zevenhoven, Nieuwveen, zou nooit zo aantrekkelijk zijn als het niet heel mooi gelegen zou liggen. En dat moet je wel beschermen, want als je dat opgeeft en overal maar zomaar bij gaat bouwen, zonder er even goed over na te denken, dan wordt het er lelijker op en niet aantrekkelijker. En dat is een goede reden om op D66 te stemmen op 3 maart.